de mensenmassa mee. Heel goed. Als jij de spoor 4 moet hebben, is het dus meteen hier de linkerkant. Ja. Ben je bij spoor 4. Zullen we er even naartoe lopen, naar die hobbel? Ja, dan laten we haar weer even die paal zoeken. We zijn hier op Utrecht Centraal. Utrecht Centraal is in verbouwing en dat betekent dat er voortdurend nieuwe looproutes zijn. Dat is ingewikkeld voor alle reizigers, maar met name voor reizigers die blind zijn of slechtziend. Dat is nu rechts van jou, dus dat is groter, open. Vandaar dat we vandaag aan het oefenen zijn met leden van de KNGF om met hen de looproutes te verkennen. Waar jij net hebt uitgecheckt, was wel een verhoging waarschijnlijk. Oh, ja. Hier is geen verhoging. Oké, dus dan moet je het laten doen of het luisteren. Ja, dus hier zal je het echt aan haar moeten vragen ook, van zoekpaal. Ja. Ja, knap gedaan! We hebben de mensen met een geleidehond hier wegwijs gemaakt om op het nieuwe ingerichte Utrecht Station Centraal te leren van waar zijn de nieuwe trappen en de liften en hoe is de routing? Spoor 1 tot en met 4. Ja. En de volgende is 5 en 7. Ja. Ja, ja, ja. En ook daarvoor is de lift zit weer aan de rechterkant. Ja, rechterkant. Het is gewoon heel prettig om een goede samenwerking te hebben tussen ProRail, NS en KNGF, om als er veranderingen zijn, dat we gewoon de juiste mensen met elkaar in contact kunnen brengen en dus zo'n dag als deze kunnen organiseren.